Stripvrienden, in 1946 liet Morris ons kennis maken met de cowboy die sneller schiet dan zijn eigen schaduw, namelijk Lucky Luke. En die wordt dus dit jaar 70 jaar. Helaas kan zijn geestelijk vader Morris dat niet meemaken. Die is helaas in 2001 overleden. Maar de reeks is intussen overgenomen door een andere tekenaar. Een tekenaar die al ten tijde van Morris ook aan de reeks bezig was. Namelijk de spin-off Rattenplan over de domste hond die je maar kan voorstellen. En dat is Hervé Darmenton. Oftewel HD. Oftewel HD op zijn Frans, als ik dat goed uitspreek. Ja? En hij heeft ook een andere reeks gemaakt. En dat is de reeks waar ik het in deze video over wil gaan hebben. Want ik ga het helaas niet over Lucky Luke hebben. Maar ik ga het hebben over Kid Lucky. En daarvan is het derde album uit Hotem het Totem. Een strip over Lucky Luke als papoes. Als klein cowboytje. Hoe was hij toen? Haalde hij kattenkwaad uit? Wat voor kattenkwaad deed hij? Zat hij achter de meisjes aan? Ja, oh, het moet er toch altijd weer in zitten. Gelukkig niet zo overdreven en niet zo heel veel. Nou ja, niet zo overdreven. Meteen de eerste pagina begint al meteen daarover. Hè? Maar goed, maakt verder niet uit. Wat wel ontzettend leuk is, is dat de grote Lucky Luke ook verschillende keren voorkomt in deze strip. Maar meer als een soort droom of toekomstbeeld van hoe hij later gaat worden. Soms een beetje angstig en soms heel grappig. En daarbij zit ook, jawel, ook Rattenplan zit erbij. En zelfs even een van de Daltons. Ja, dus die zitten er toch even in. En wat je meteen al opvalt in die paar voorbeelden die ik even heb laten zien, is dat de tekenstijl gewoon zo herkenbaar is als in de Lucky Luke strips die we gewoon al jaren lezen. Daar zie je gewoon eigenlijk geen verandering in. Ook in dit album niet. Buiten het feit dat een aantal van de hoofdpersonen kinderen zijn in plaats van volwassenen. Er worden natuurlijk ook wel grappen gemaakt die toch wel een link leggen met iets wat een belangrijk gegeven is geweest voor de grote Lucky Luke. Bijvoorbeeld even dat hele gedoe over die sigaret. Ja, daar is heel veel controverse over geweest. Dat Morris wilde gewoon dat Lucky Luke een sigaret rookte. Nou, uiteindelijk is dat toch veranderd. En je ziet hem hier ook continu op een strohalm kouwen. Maar hè, toch even die ene grap wordt erin gemaakt. En toch even die link daarbij. En dat vind ik ontzettend leuk. En ik moet echt zeggen, ik was een beetje sceptisch. Want ik had zoiets van, goed hè, dan krijg je weer zo'nzelfde idee als die kleine Robin. Met van die puberale grappen erin. Nee, absoluut niet. Het zijn echt grappen die helemaal in de lijn liggen van Lucky Luke. En dat vind ik erg leuk. En dat maakt het ook leuk om te lezen. Ondanks dat er natuurlijk wel weer wat andere personages in voorkomen. Moet ik zeggen dat ik hier echt om heb kunnen lachen. Hartelijk om heb kunnen lachen. Het enige wat ik dan wel weer vind is dat je hier onder aan de pagina staat dan zo'n weetje. En dat doen ze op elke pagina. En dan heb ik zoiets van, dat vind ik dan weer een beetje te. Dan heb ik zoiets van, goed, de doelgroep is waarschijnlijk wat jeugdiger. Om te proberen de jeugdigere lezers ook geïnteresseerd te krijgen in Lucky Luke. Maar ik weet zeker dat ook jongere kinderen de gewone Lucky Lukes heel erg leuk vinden om te gaan lezen. Dus, maar goed, op zich vind ik het een leuke toevoeging. Ik zeg al, ik vond hem leuk. Hij viel mij echt 100% mee. Het was een verrassing hoe grappig ik hem vond. Dus wat dat betreft zeg ik dan, hè, hou je van Lucky Luke? Dan is dit zeker wel een aanrader. En ik zeg ook, de tekenstijl vind ik heel erg goed. En heel, deze achterkant ook, hè. Gewoon helemaal aangepast naar de grote, maar dan met de katapult. Nou ja, goed. Ik heb genoeg gezegd. Hij ligt in de stripwinkel. Als je hem leuk vindt, als je Lucky Luke leuk vindt, ga hem halen, ga hem lezen. En ik wens je veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.